Maandag heb ik een programma in de Schuman op op Nationaal Project. Hè? En daar begin ik, ik ben daar ongeveer half een kwart voor acht ben ik aanwezig. En dan ga ik een programma doen. Wat gaat er allemaal zijn? Uh, ik ga beginnen zingen. En ik ga heel veel vertellen over het leven. Hoe je in het leven een beetje minder stress kan hebben. En hoe je van het verdwaalde pad weer op het goede pad kan komen. Een verdwaalde pad bedoel ik heel veel mensen leven vandaag in een boulboulanger. Dat betekent in een doolhof. Je loopt in een cirkel, je wandelt in een cirkel en je kan hier maar niet uit. Je ontmoet allerlei mensen erin en die lichten je op, die zeggen dat moet je doen, zus moet je doen. En er wordt gedaan, maar je blijft in die problemen leven. En probeer ik dus die mensen uit zo'n doolhof naar buiten te brengen. En dus ik ga een aantal dingen vertellen waarbij mensen misschien wat wijzer kunnen worden. Ongeacht cultuur, jong, oud, maakt niet uit. U zegt ongeacht cultuur, leeftijd. Maar als we even kijken naar het embleem hier, waarbij u alle religieën bij elkaar probeert te brengen. En u gaat dan hier een programma afwerken in een tempel, Dan is men gauw geneigd te denken, de moslim is niet welkom. Of de christen is niet welkom. Hoe zit dat precies? Als iemand zo gaat denken, dan is hij niet een echt gelovige. Een gelovige die heeft respect voor alle geloofsovertuigingen. In mijn lezingen, als ik in het buitenland doe, dan heb ik ook allerlei mensen. En dan praat ik in Hindoestaans met bajan en ik praat ook. Ik leg uit in Hindoestaans en in het Nederlands. En als ik in het buitenland zit, dan heb ik altijd een tolk bij me. En als ik in Portugal, ik kan geen Portugees praten, maar dan wordt het vertaald in Portugees. En ook in verschillende landen. Dus als er een Hindu-tempel is en een andere mag niet hier binnen, dan uh, zal dat niet direct zo prettig zijn. Iedereen moet welkom zijn. Kortweg maandag staat open voor een ieder om de boodschap te komen meekrijgen. En ik ga proberen. Ook in het Nederlands wat te vertellen. In mijn gebrekkige Nederlands zal ik proberen wat te vertellen. Dus voor iedereen is er wat weggelegd hier. Gyaan Prakash Bhakti. Dat moet een mens in zich hebben. En dat hebben wij. Maar we hebben hem zodanig bewaard. En dat hij nou slapend is. En zolang dat niet wakker wordt, beter, dan hebben wij de situatie die wij vandaag op de wereld hebben. Jehij haalt Houd oh je ja, embleem daarvan, de, de, er is een tekening. Dat kan je straks laten zien. De oom, daarboven heb je ook eh, en dan heb je de kruis, dan heb je swastika en je hebt de trishul. Het vertegenwoordigt bijna alle geloofsovertuigingen. Het is dus een multireligieus wereld waarin we leven en alles bij elkaar zou dus toch wel een ideale wereld moeten gaan creëren. Begrijp ik dat goed? En dat is Amritwani. Amritwani is niet alleen voor de hindoe of voor de moslim. Amritwani, wat eh, Pardesi Baba predikt, heeft, is voor iedereen, alle bevolkingsgroepen. Ik heb geld om te eten, drinken, mijn huis betalen. Daar heb ik geen probleem mee. Maar als ik naar het buitenland ga, moet ik geld hebben om te verblijven, eten, drinken, vervoer. Dat wordt allemaal gedaan door die mensen. Die mij laten komen en degene die naar mijn lezing willen luisteren. Dat wordt allemaal vergoed. Hier in Suriname, iemand anders heeft mij laten komen, een Jijkaran. Uh, Wie jij Jijkaran? Die heeft een ticket, Guruji Aie. Het is al lang geleden dat je niet bent geweest. Maar elke keer als ik in Suriname kom, dan heb je de directeur van Kombi Mark, Chris Kapildeuzi. De tweede dag stuurt hij een auto, een chauffeur, en dan ga ik naar zijn kantoor. En dan vertelt hij dat hij alles van mij gaat doen, eten, drinken, alles wat er is wat ik nodig heb, mag ik bij je aankloppen. En dan geeft hij me ook zacht geld. En dat heeft hij deze keer ook gedaan. Dus baba heeft geen geld nodig om ergens te gaan. Alles wordt... Uh, en daarom moet een predikant of een, een verkondiger moet niet op geld gaan asen. Zodra je dat gaat doen, beta, dan kan je wel een hele wijze man zijn... Maar jouw woorden kunnen die mensen niet raken. En dat zie je heel vaak op de wereld. Mooie, leuke mensen die op de tv op allerlei manieren. Maar het gaat meer, bijna 95% van alle voorgangers, van alle geloofsovertuigingen, zijn geldwolven. Ze proberen hun eigen mensen, volgelingen te bedonderen op een of andere manier, zodat ze geld binnen kunnen krijgen. Kijk, dan ben je niet bezig. Met het verbeteren van de wereld. Je bent bezig je eigen leven te verbeteren. Ze hebben vaak stichtingen of organisaties die zeggen, ja, maar niks staat op mijn naam. Maar daarnaast, niks gebeurt zonder zijn toestemming. He? En dat vind ik allemaal uh, uh, boeven. Sorry dat ik het zo uitdruk. En men gaan zeggen, ja, ik ben ook een boef. Dat moeten de mensen zelf weten. Maar niemand kan mij een vinger wijzen. Pardeshi Baba heeft geld, gelomen, geld genomen of geld geaccepteerd en dan heeft hij een lezing gedaan of iets anders gedaan. Dat kan niet.